België bevindt zich momenteel in een war for talent en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. En dan zie je dat mensen die geboren zijn na 1980 steeds vaker kiezen om freelancer te worden. Dat ziet alvast Robbie van Uxem, Managing Director van recruteerder Hays België. Ja, u heeft dat fenomeen onder de loep gelegd, ziet ook al een aantal knelpunten. Maar eerst is, u krijgt veel meer mensen over de vloer. Mensen ja. zoals ik bijvoorbeeld, die zeggen ik wil freelancer worden. Ja, klopt. Dat is eigenlijk een trend die wij eigenlijk al zien sinds een tiental jaar. Het is zo dat millennials die effectief geboren zijn na 1980 een eerste werkervaring opgedaan hebben in een economischere moeilijke omstandigheden, die het zekere voor het onzekere gekozen hebben en vooral gekozen hebben voor een vaste betrekking. Maar die nu eigenlijk in een economie die aan het aantrekken is, geconfronteerd worden met meer vraag naar vrijheid, flexibiliteit, zelf willen bepalen op welke momenten zij willen instappen, uitstappen in een bepaald project of een job. En die effectief komen aankloppen en zeggen van ik ben eigenlijk geïnteresseerd in een freelance opdracht. Ja, en waarom eigenlijk? Want het is toch aangenaam om ook in een vaste job te zitten. Ja, er zijn heel wat woorden rond, ik zou zeggen, work-life balance, het zelf kunnen bepalen van ga ik nog een wereldreis maken, ja of nee, nog wat bijstuderen, ja of nee. En in een rigide arbeidsregime, in een vast dienstverband, heb je die flexibiliteit niet altijd. En vandaar dat ze effectief ook zeggen van kijk, wij hebben bepaalde skills om aan te bieden in de arbeidsmarkt. Mijn profiel is gegeerd, ik word continu geconfronteerd met heel veel aanbiedingen. Wel, ik ga nu zelf een keer bepalen wat ik met mijn carrière ga doen en zelf bepalen in welke projecten ik wil instappen. Ja, over welk soort profielen gaat het dan? Het is heel gevarieerd. Het gaat heel duidelijk naar de richting van knelpuntvacatures. Dus waar effectief echt nood aan is. Denk bijvoorbeeld aan ingenieurs. Ik denk binnen de bouwsector projectleiders, binnen ICT, die toch al heel lang bezig is. En wat ook redelijk recentelijk is, toch heel frappant, ook binnen Human Resources. Dat zijn recruiters die effectief kiezen om op freelance basis ingezet te worden. Ja, die in een bedrijf voor bepaalde tijd mensen gaan aanwerven dan maar. Effectief, ja. Die dan eigenlijk een stuk de vraag van het bedrijfsleven, die zeggen van kijk, we hebben een aantal pieken en dalen. Ja. Bijvoorbeeld in een productieomgeving waar we x aantal arbeidskrachten nodig hebben voor een bepaalde tijd. Maar onze eigen HR-afdeling, die heeft niet het netwerk of die heeft niet de mogelijkheden om die mensen te gaan vinden. Dus laten we gewoon die zaak outsourcen en inderdaad beroep doen op een freelancer. Oké. Ja, dat is natuurlijk een veranderde omgeving voor de bedrijven, hè, die zullen moeten beslissen waarvoor zetten we freelancers in en waarvoor niet. Ja, geen eenvoudige beslissing. Waarom niet? Omdat eigenlijk als zaakvoerder bedrijfsleider moet beslissen wat is eigenlijk core van kennis en know-how die ik het bedrijf wil houden en waar ik wil blijvend investeren en wat is non-core. Ik ga je een concreet voorbeeld geven. In de banksector hebben, ik zou zeggen, 10, 15 jaar geleden had hij heel wat ICT-personeel in vast dienstverband. Op een bepaald moment zagen we dat daar echt een verschuiving was naar freelancers. En als je gewoon naar de, ik zou zeggen, vergrootglas keek naar de problematiek, is dat eigenlijk door een knelpunt beroep binnen ICT, je moet beslissen van, wordt eigenlijk IT binnen de banksector key, ja of nee? En dan zie je gewoon dat de banken gezegd hebben, we gaan vooral focussen op een ander type commercieel profiel. En laten we daar ons vast personeelsbestand aan vergroten. En eigenlijk alles wat kleine IT-projecten zijn of implementaties, gaan we volledig outsourcen. Ja, maar de omgekeerde beweging moet nu toch zijn ingezet, want banken worden bij wijze van spreken computers. Ja, banken worden computers en dan zou je inderdaad veronderstellen dat ze terug weer gaan investeren in vast personeel. Maar dat is eigenlijk de omgekeerde beweging, omdat we echt in een niche zitten van knelpunt profielen. Denk maar aan de wereld van bepaalde chips, apps die worden ontwikkeld. Dat is heel specifieke kennis waar je eigenlijk de skills van buiten Europa soms moet gaan halen. En dat je niet altijd mensen kan van India overtuigen om een vast contract hier in België aan te nemen. Oké. Okay. Ja, ik onthoud vooral studeren ICT. Hè. Dat is een goed profiel om te hebben. Hartelijk dank, Robbie van Uxem. Dames en heren, tot morgen.